Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Annick Lambrecht, ik ben lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Ik kom uit Brugge. In een verleden was ik ooit jarenlang lector economische vakken. Ik ben 10 jaar schepen geweest in Brugge en zetel 2 jaar in het federaal parlement in de commissie Justitie. Ik ben ooit begonnen bij Agalef als groene politica, maar ik was altijd groen en rood samen. En ik ben eigenlijk dan overgestapt naar SPA omdat ik heel erg in kartels geloofde. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk, het is een lange weg geweest, maar dat is niet slecht. Ik ben begonnen aan politiek door een briefje in mijn brievenbus, toen nog van Agalef, voor een vergadering. Ik ben daar gewoon naartoe geweest en toen had men eigenlijk zeer weinig economisten bij de Groene Partij. En ik ben daar zeer snel voorzitter van West-Vlaanderen geworden. En in 2006 was het de tijd van de kartels. En ik werkte vaak rond verkeersveiligheid. En SPA werkte ook rond verkeersveiligheid. En ik ben dan heel erg samen gaan werken. Want verkeersveiligheid is niet van groen of van rood. Het is zelfs ook van blauw en van alle anderen. En ik wou heel erg kartel. En men wou toen voor de gemeenteraadsverkiezingen vanuit toen Agalef geen kartel. En toen ben ik als onafhankelijke op de SPA-lijst gaan staan, op plaats 3. En toen zag ik eigenlijk dat er heel veel mensen een beetje zijn zoals ik. Niet enkel groen, niet enkel rood, maar eigenlijk de twee. Ik had echt goed veel stemmen. En toen ben ik schepen geworden in Brugge, 10 jaar. Waar ik vooral bezig geweest ben met de mensen te leren sporten. Sport voor allen, maar ook met mobiliteit en vooral fietsbeleid. En toen in 2017 is Johan van der Lanotte gestopt in het federaal parlement. En ik was opvolger van hem. En dan heb ik Brugge een beetje achter moeten laten om hier naar Brussel te komen. Welke quote heeft u gekozen? Ongeduld is mijn grootste sterkte, maar ook mijn grootste zwakte. Ik kan er absoluut niet tegen als de dingen niet vooruit gaan. En dat is soms lastig voor de mensen die met mij werken. Maar het heeft ook het voordeel dat de dingen vooruit gaan. Maar soms moet ik leren dat er voor sommige zaken wel een beetje tijd nodig is. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb er heel wat, maar nu koos ik toch voor een Amerikaanse vrouw, Alexandria Ocasio-Cortez, die eigenlijk de jongste vrouw is in het Huis van Afgevaardigden in Amerika. En de manier waarop zij aan politiek doet, inspireert ook mij, omdat ik kom ook helemaal niet uit een politieke familie. Mijn ouders waren in shock toen ik aan politiek ging doen. Ik wou dat echt ook, zij ook. En zij blijft heel erg haarzelf. Ik probeer dat ook te doen. En zij praat ook tegen iedereen in een taal die begrijpbaar is, in een mensentaal. En dat ligt mij zeer nauw aan het hart, want ik heb de commissie Justitie gedaan in het federaal parlement. En daar houdt men ervan alles zodanig ingewikkeld uit te leggen, in de hoop dat je op den duur niet meer mee kan, zodat het wordt gestemd. En ik vind eigenlijk dat je alles moet kunnen uitleggen in een taal die iedereen begrijpt. Ik heb dat eigenlijk meegenomen. Ik was in een vorige leven lector economische vakken. Ik moest economie geven aan secretaresses. En ik heb eigenlijk de kunst geleerd om moeilijke economische zaken in eenvoudige taal te gaan uitleggen. En dat is echt ook wat ik wil doen met mijn kiezers. Wat zijn uw politieke interesses? Ja, mijn grote interesse is mobiliteit. En mobiliteit omvat zeer veel. Ik ben het schepen geweest van mobiliteit en heb echt geprobeerd de auto uit die binnenstad te krijgen. In het begin, zo'n 7 jaar geleden, dat is op zeer veel weerstand gestuit. Dat was echt moeilijk. Ik heb ook eigenlijk een paar keer naar Kopenhagen geweest, waar ik de liefde voor een beter fietsbeleid heb opgevat. Ik heb dat een beetje geprobeerd en dat is deels gelukt om het in Brugge te brengen. Maar mijn passie is om Vlaanderen veel beter te krijgen op het vlak van openbaar vervoer, maar ook op fietsbeleid vervoer. Want wij horen nu
elke dag bijna iemand zeggen dat de auto weg moet. Maar de auto kan niet weg als je geen deftig openbaar alternatief vervoer hebt. Je kan niet zeggen aan mensen in de Westhoek bij ons, laat uw auto thuis. Die mensen geraken met het openbaar vervoer nergens. Wij zijn in Vlaanderen de kampioen. En normaal als je kampioen bent, is er feest. Maar wij zijn kampioen van de files en ook van het fijn stof. En dat is al minder feest. En ik snap helemaal niet dat er niet veel harder wordt gewerkt aan beter openbaar vervoer, meer openbaar vervoer, betere fietspaden, beter comfort voor het fietsen. Want ik weet ook, iedereen kan niet op de fiets. Maar als je het beter maakt op het vlak van infrastructuur, gaan er misschien sommige mensen zeggen dat ze toch de fiets gaan nemen. En eigenlijk is dat ook goed voor de autogebruiker, want dan komen er minder. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, zeker, ik ga terug naar dat mobiliteitsbeleid. Ik denk dat het fietsbeleid moet gemaakt worden door mensen die ook zelf op een fiets zitten. Ik zie vaak, en daarom ben ik zo blij dat ik naar Vlaanderen kom. Ik heb in Brugge grote gevechten geleverd met het AWV. Omdat ik, zoals in Kopenhagen, heel erg gekleurde fietsstroken wil. Overal, die mooi aanduiden over zware kruispunten waar de fietser kan rijden. En dan zegt men vanuit het AWV, we gaan dat niet doen, want de fietser zou zich veilig kunnen voelen. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. En ik denk echt dat het fietsbeleid hier in Vlaanderen veel te veel wordt gemaakt door ingenieurs van achter de bureau en niet van ingenieurs op de fiets. Dus als ik ooit minister van Mobiliteit zou kunnen worden, zou ik een minister zijn die en het openbaar vervoer zelf gebruikt en ook heel vaak nog met mijn fiets rijdt, tot ik een beetje meer tevreden ben dan nu. Want men hoogelt met geld. Men heeft wel nu meer geld dan vroeger voor het fietsbeleid. Maar we hebben zo'n historische achterstand dat het logisch is dat er geld voor is. Maar er moet ook visie op zijn. Het gaat niet op om te zeggen, we hebben geld. Het gaat op om te zeggen, fietsen moet goed zijn voor jongere kinderen, voor ouderen, maar ook voor vrouwen met hakken, zoals in Kopenhagen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een voorwerp meegebracht, een fietsbel, die mij omwille van vele redenen nauw aan het hart ligt. Het refereert naar Brugge, de stad waar ik afkomstig van ben en waar ik met fietsbeleid begonnen ben. En hoop dat men het verder zet, want fietsbeleid is nooit af. Maar het is ook een bel die eigenlijk een alarmbel is. Het is meer dan 11:55 om veel meer te doen vanuit Vlaanderen voor fietsbeleid ook. En het leuke aspect is dat ik ook eigenlijk heel graag op mijn koersfiets zit. En als ik naar die bel kijk, dan weet ik dat na 26 mei ik eindelijk terug op mijn koersfiets ga geraken.